dat is mee bezig, ja. Hey, leuk dat je weer kijkt. Nou, we zitten vandaag samen in de auto, want we zijn onderweg om iets te... Ja, lach even bij. Hallo, zeg even hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ik lach toch? Mijn naam is Jos Mark van Camping Trend. De meeste van jullie kennen me inmiddels al. En vandaag ben ik onderweg om echt iets heel erg leuks te gaan doen. We gaan namelijk onze nieuwe caravan ophalen. Nou, hoe lang is het geleden dat ik een caravan afgeleverd kreeg aan mij? Dan denk ik dat we 30 jaar terug gaan. Denk het wel. 30 jaar terug, toen hadden we een Beierland 515 TF. Dat was toen onze trots. Maar nu gaan we een Deadless ophalen. En sommige van jullie hebben hem al gezien. Dus ik ben onderweg naar de dealer. En ja, jullie gaan natuurlijk mee. Maken ze deel uit van Teun. Dat is een inkoopgroep voor al dit soort spullen. En ze hebben hier dan ook een hele winkel vol met alles wat je nodig hebt voor bij de caravan of camper. Nou, laten wij nu toevallig voor die nieuwe caravan eigenlijk alles nog nodig hebben. Dus voordat we de caravan afgeleverd gaan krijgen, doen we eerst even shoppen in de winkel van Teun. Dan hadden we laatst op de website een nieuwtje over melamine. En veel mensen hebben nu een groot probleem, omdat ze denken, ja, die melamine in de caravan, die mag ik niet meer gebruiken. Nou, dat mag dus nog wel. Melamine is voor volwassenen absoluut geen probleem. Melamine wordt een probleem als je het verhit boven de 70 graden. Dus niet in de magnetron. Als je producten hebt van melamine waarin bamboe is verwerkt, dan is dat wel een probleem voor de volksgezondheid. Dus daar moet je even op letten. Nou, bij deze is dat niet zo. Dus die nemen we mee voor in de caravan. Die wateraansluiting. Alle twee tegelijk de indrukken. En daar heeft hij de toiletting. Het serviceluik, let erop, je hebt een hoog serviceluik. Ja. Dus op het moment dat de caravan iets naar voren staat, precies. Gasbuitenaansluiting. De speciale slang trek je hierin, dan pas kan de kraan open. Wat is de slang? Ja, een speciale gasslang met een speciaal hemeltje. Je hebt ze van Kadak en je hebt ze van de Zielberg. Die Kadak kun je hier zo in? Ja, die trek je hierin. Dan ga je de kraan open, eerder kan de kraan op. Daar is die, de nieuwe caravan. Nou hè.
Nou, even wat belangrijke dingetjes. Ja. Hieronder in de bank, de watertank en de boiler. Ja. Zitten allemaal bij elkaar verwerkt. Ook met de aftapkraantjes voor het leeghalen van de winter. En er zit ook een flopper voor die buiten aansluiting. Die zit in de watertank. Oké, dus daar heb ik geen omkijken meer naar. Geen omkijken naar. Lekker zeg. Nee, geen omkijken meer. De bord. Goed. Ledlampjes. Als je ze bij het voetje pakt, hartslag draaien. Kunst eraf. Kun je ze overal verplaatsen. Als je vanavond aan tafel gaat pim pam petter, heb je goed licht om alles te kunnen zien. Koelkast. Bediening zit hier bovenop. Automatisch? Ja, aantje van automatisch kun je hem zelf op selecteren door de witte knop ingedrukt te houden. Mocht je hem op gas gaan gebruiken en geen stroom hebben, zit hier onder een battery pack. Dit is een dummy. Oké. Dus daar zou je dan een echte battery pack voor moeten aanschaffen voor het ontsteken op gas. Dat is een nieuwtje, dus. Ja, twee. En een grote. En waarom wil je dat? Nu zit de grote ertussen en dan steekt hij uit. Ja. Dus dan loop je er tegenaan. En anders kun je dus deze gebruiken. Dan steekt hij niet uit. En ga je er een bed van maken, dan heb je alleen het korte stuk nodig. Gaskachel, elektrische ontsteking. Okay. Hij heeft een batterijtje achter de kachelmantel zitten. Ja. Zodat de fles open staat. Kraan openzetten hier in de la. Draaibare pot van Tetfox. Dus je kan zelf een beetje kiezen hoe de pot draaien. Ja, elektrische ontsteking, indrukken, aandraaien, even vasthouden. Als je hebt gekookt, glasplaat even open laten staan totdat die is afgekoeld. En daarna pas de glasplaten dicht doen. Oké, denk ik dat we een eind rond zijn. Is dat mooi? Ja, ik denk het haast wel. Stelt ook niks voor zo'n caravan. Ook niks voor zo'n caravan. Kijk eens. Klein presentje van ons. Zodra jullie dadelijk van de nieuwe caravan gaan genieten. Een flesje Prosecco. Twee onbreekbare wijnglazen en een kaasplankje. Kunnen we het samen lekker gaan vieren. Precies. Ah, alsjeblieft. 2 jaar garantie van Detlef. Dit is de garantiekaart. Die moet de komende 2 jaar mee op vakantie. Super. Er zitten 11 voorwaarden aan de garantie, die vindt u op de volgende pagina. Ik zeg altijd maar zo, lief zijn voor de caravan en dan komt het goed. De komende 6 jaar is dat nodig. Het boek van Detlef, waar alles in staat vermeld wat we zojuist hebben doorgenomen. Achterin zit ook het onderhoudsboekje. Heb je ook volgend jaar heb je daar een tijdsboek van 2 maanden. Okay. En dat is een maand voor vandaag en een maand na vandaag. Het is 4 maart. En dus tussen 4 februari en 4 april moet hij voor de voorgang. Lekker. Rest mij niks jullie heel veel plezier te gaan wensen met de nieuwe caravan. Ga ervan genieten. En dat moet vast goed komen. Zo, boel veilig op slot, wisselslot erop, wielslot erop, zal ik later alles over uitleggen. Het is wel een lap caravan, hè? Vind je ervan? Ik vind hem mooi. Spannende dag. En volgende week gaan we poetsen. Want hij blijft nogal veel buiten staan, dus dan vind ik het fijn als die helemaal makkelijk te wassen is. Daar gaan we eerst eens wat aan doen. Nou, vond je dit nou een leuke video? Geef dan even dat duimpje. Druk op abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En met dat belletje, tingelingeling, mis je geen enkele video meer van ons. Tot de volgende keer.